Welkom in deze nieuwe video van Numento. Waarom begrijpen mensen niet wat ik bedoel? Rustig blijven. Als anderen verkeerd interpreteren wat jij bedoelde, of als ze je totaal verkeerd begrijpen. Dit is een vraag die ik mijn klanten regelmatig hoor stellen. Hoe blijf je rustig als je merkt dat anderen jou totaal verkeerd begrijpen, dat ze verkeerd interpreteren wat je gezegd hebt? En hoe ga je daar eigenlijk rustig mee om, zonder dat je in de verdediging gaat en zonder dat je eigenlijk de relatie of het gesprek helemaal laat escaleren? De eerste stap is kalm blijven. Rustig blijven, je stem niet verheffen, maar eigenlijk heel rustig en dicht bij jezelf blijven. En zeker ook niet in de verdediging gaan, want als je in de verdediging gaat, gaat het heel snel escaleren en ga je eigenlijk vrij snel in een totaal andere situatie of een vechtsituatie terechtkomen. Dus de eerste stap is, blijf kalm. De tweede stap is, herhaal wat jij eigenlijk gezegd hebt, maar op een andere manier. Bekijk het vanuit een andere kant of probeer een aantal elementen toe te voegen. En tijdens wat jij zegt, moet je heel goed kijken naar de andere, naar je gesprekspartner, om te kijken hoe hij of zij onbewust reageert, non-verbaal. Dat kan inderdaad ook zonder woorden. Je kan het zien aan een grimas op een gezicht of aan een lach of een glimlach of een punt van erkenning. Die eerste dingen geven eigenlijk al een indicatie. Dus als je inderdaad het opnieuw herhaalt op een andere manier, wat je wilde vertellen probeert uit te leggen, kijk dan heel goed naar de reacties van je gesprekspartner. In een derde stap ga je dan eigenlijk de ander uitnodigen om te herhalen wat hij of zij van jouw verhaal begrepen heeft. En dan hoor je eigenlijk direct in welke context of in welke situatie eigenlijk jouw informatie op welke manier jouw informatie is binnengekomen. Als je de ander inderdaad het laat herhalen, dan kan je inderdaad waar het niet strookt met wat jij wilde zeggen, kan je het laten bijsturen, kan je corrigeren en kan je op die manier overleggen om te zien van oké, heb ik nu goed overgebracht wat ik eigenlijk wilde zeggen. Nu, miscommunicatie, het gebeurt veel meer dan we ooit vermoeden, omdat we eigenlijk zo snel doorgaan en verder gaan op de veronderstellingen, de dingen die we denken begrepen te hebben van wat de ander vertelde. We gaan dus eigenlijk vanuit ons eigen kijk op de situatie het verhaal verder invullen. Nu, bij beelddenkers gebeurt dat nog veel meer dan bij niet-beelddenkers, om een aantal eenvoudige redenen. En één reden is dat beelddenkers zijn gewoon vanuit verschillende hoeken naar een situatie te kijken. Met andere woorden, ze kunnen vanuit verschillende hoeken de dingen gaan beschrijven waar niet-beelddenkers vanuit een vast punt of een vast referentiekader of een vast punt gaan kijken naar een bepaalde situatie. Als je inderdaad naar een situatie kijkt vanuit een andere hoek, dan merk je onmiddellijk dat je eigenlijk iets anders ziet dan de persoon die vanuit een vast punt naar hetzelfde beeld aan het kijken is. Een tweede reden waarom eigenlijk beelddenkers vaak misbegrepen zijn, is dat het eigenlijk heel snelle denkers zijn. Ze hebben 32 beelden of associaties of ideeën in hun hoofd per seconde. Terwijl eigenlijk het woord wat uitdrukt wat ze eigenlijk willen zeggen, dat die juiste woorden maar komen aan 2 woorden per seconde. Met andere woorden, de gedachtegang zit al veel verder, terwijl ze eigenlijk nog aan het zoeken zijn naar het juiste woord om te zeggen wat ze bedoelen. En aan de andere kant is in hun gedachtegang eigenlijk heel het idee ondertussen weer al helemaal bijgestuurd of bijgewerkt. En eigenlijk klopt met wat ze aan het zeggen zijn ook al niet meer met hun gedachtegang. Als ze dan op die manier proberen te praten zoals ze eigenlijk zelf denken, dan gaan ze heel erg van de hak op de tak springen. En dat is voor niet-beelddenkers vaak heel lastig om te begrijpen waar het over gaat, om te beseffen wat er aan de hand is. Associatief denkproces wat beelddenkers hebben, ze springen van het ene naar het andere. Je kan dat ook vergelijken met hyperlinken in je hoofd. Als je iets opzoekt in Google, dan ga je inderdaad op één pagina iets opzoeken. En dan zie je ergens een link van, goh, die pagina gaat mij veel meer informatie geven over dit onderwerp. Je klikt daarop door.
En dat brengt jou weer op een andere pagina die weer andere informatie of andere elementen aanreikt. En dat geeft jou weer andere inzichten waarbij je weer gaat doorklikken en op de duur toch wel bij totaal andere dingen terechtkomen. Nu, dat proces dat gebeurt eigenlijk normaal gezien continu in het hoofd van een beeldzinker, waardoor ze inderdaad constant met ideeën aan het spelen zijn en aan het bijwerken zijn. Hoe kan je er hier nu juist mee omgaan als je merkt dat jouw gesprekspartners een totaal ander idee of iets totaal anders begrepen hebben dan jij wilde zeggen? Ik ga de drie stappen nog even samenvatten. In eerste instantie is het blijf kalm, blijf rustig. Ik ga er ook vanuit dat het een miscommunicatie is, maar dat ze echt wel van goede wil zijn. Dus blijf kalm, zodat je effectief de kans krijgt om het gesprek of de verbinding te blijven aangaan. In een tweede stap ga je dan inderdaad wat je wilde zeggen opnieuw vertellen, maar vanuit een andere hoek of op een andere manier. En in een derde stap ga je dan inderdaad jouw gesprekspartner uitnodigen om te kijken van oké, wil je mij nu vertellen in jouw eigen woorden wat jij nu van mij begrepen hebt en of we inderdaad over hetzelfde praten. Als je dat effectief meeneemt, dan ga je waarschijnlijk al heel veel misverstanden voorkomen, maar vooral ga jij eigenlijk je eigen frustratie en je eigen stress onder controle houden. Want zeg nu zelf, als je merkt dat inderdaad je gesprekspartner niet begrijpt wat jij eigenlijk wil zeggen, dan groeit frustratie bij jou en dan groeit effectief ook de onmacht van goh, waar ben ik hier mee bezig? Niemand begrijpt me, niemand luistert naar mij. Het gaat dus vermoedelijk om het niet begrijpen, ondanks het feit dat mensen wel openstaan om naar jou te luisteren. Mijn naam is Saskia Smet. Ik creëer meer rust en zelfvertrouwen voor beelddenkers of multigetalenteerde bruggenbouwers door hen te leren bewuste keuzes te maken, zodat eigenlijk hun resultaten of de bijdrage die zij leveren aan groepen, aan teams of aan organisaties, dat die wel degelijk zichtbaar worden. Want dat zijn effectief mensen met enorm veel frisse en innovatieve ideeën die we eigenlijk in de toekomst meer en meer gaan nodig hebben. Ik nodig jou uit om een kijkje te nemen op de website als je meer informatie wil hebben over beelddenken en beelddenkertips. Kijk dan even op de website www.numentum.be. Wil jij reageren op deze videoblog of heb je een vraag die je graag behandeld ziet in een volgende videoblog? Laat je opmerking achter hieronder de video of als commentaar op de website. Ik zie je heel graag in een volgende clip terug. Tot ziens, dag!